Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering, maar dit keer niet in de FIFA, maar in EAFC 24. Ik heb er heel veel zin in, ik ga jullie niet te lang ophouden, want er gaan natuurlijk heel veel nieuwe dingen gebeuren in deze nieuwe serie. We gaan het gewoon aftrappen met de manager carrière mode, ik ga niet meer te veel zeggen. Kijk mee, let's go! Ja, we zijn er. EA Sports FC 24, gaan we knallen met het spel. Ik start hem voor het eerst op. Ik weet niet wat me te wachten staat, maar ik heb er zin in. Ja hoor, we zitten in de game. We gaan natuurlijk gelijk kijken naar manager carrière mode. Maar ik ga in dit seizoen ga ik wel proberen om meerdere carrières te spelen. Spelen carrière, manager carrière. Ik ga profclub spelen, fut. We gaan het gewoon allemaal doen. Maar we beginnen nu natuurlijk met manager carrière. En we gaan op ultiem spelen. We zetten hem op 3 minuten. Euro, ingeschakeld, uitgeschakeld. Los. Moet hem loszetten? Laat ik het scenario gelijk schetsen. Mauri Steijn doet het natuurlijk niet goed. Mislintat en Mauri Steijn zijn eruit geknikkerd. Ten Hag is teruggehaald. Ten Hag doet het ook bij Manchester United niet goed. Ze staan op de 13e plaats. Ajax staat momenteel op de 12e plaats. Wat gaan we doen? Er is maar één mogelijkheid om dit nog te redden. En dat is Ten Hag terughalen. Ten Hag heeft het goed gedaan bij Ajax. Weet hoe het gaat met de club. Weet wie er is binnen de club en wat hij moet doen. Hij heeft dan natuurlijk al zijn stempels gedrukt bij Ajax. En nu halen we hem gelijk terug om Ajax weer op de rit te krijgen. Let's go. We kunnen tiki-taka spelen. We kunnen pressie zetten. Achterin dicht houden. Nee. Wij zijn Ajax. We gaan ook niet op de counter spelen. Lange trap vooruit. We zitten niet in Engeland. Nee. We gaan gewoon voor vleugelspel. Kijken. Coachvaardigheden verkorten de duur van ontwikkelingsplannen van de spelers. Oké, dus hier moeten we wel wat geld in gaan investeren. Want dit is wel wat wij echt belangrijk gaan vinden binnen de club. Om de spelers te verbeteren. Dus kijken. 7000 is het duurste wat we hebben. Kijk, we hebben de coach aangenomen voor op het middenveld. Krijgen we een plus 5. Dat is het hoogst haalbare. Kunnen we dan nog wel meerdere coaches aannemen? Of is dat het enige wat we kunnen doen? Kijken, deze impact heeft hij op het team. Laten we eerst naar de doelstellingen kijken. Met jeugd contracteert 2 spelers in de jeugdafdeling. Positie als verdediger. 3 spelers, ja, net als eigenlijk met FIFA 23. Winstreeks, ook hetzelfde. Ja, eigenlijk hier geen gekke veranderingen. Laten we hopen dat we 1 goede speler... Dramatisch. Wat een drama. Hier moeten we aan werken. En hoppakee, opgeruimd staat netjes. Kijk, ik denk dat dit onze beste 11 zijn. En als je de selectie bij elkaar raapt, het is niet best. Het is echt niet best. We hebben nog echt werk aan de winkel. Laten we gelijk geld investeren in onze jeugd. Oké, dan gaan we voor 6 maanden scouten in Nederland. En dan willen wij een verdedigend ingesteld. Eigenlijk wil ik een centrumverdediger. Is dat ook gewoon verdedigend ingesteld? Ja, zeker. Wie weet scouten we een soort van Matthijs de Ligt. Op het middenveld gaan wij ook iemand proberen te scouten. Ja, volgens mij hebben ze in Spanje best wel goede middenvelders. En dan gaan we op zoek naar spelmakers. En dan gaan we... De laatste gaan we op zoek naar de aanvaller. En voor de aanvaller gaan we natuurlijk naar Brazilië. Waar Ajax altijd spelers vandaan haalt. Aanvaller. Positie willekeurig. Kan misschien hier ook nog. Dit is volgens mij wel aangepast ten opzichte van het vorige spel. We hebben Brobby en we hebben spitsen zat. We gaan voor een rechtsvoor. Okay, Kaplan krijgt gelijk een aanbieding. We gaan even op onderhandelen klikken. Kijken of dit er anders uitziet. Nee, het is nog precies hetzelfde. Alleen dat ik nu wat zenuwachtiger ben. We zijn natuurlijk van Manchester United terug naar Ajax gegaan. Om natuurlijk wat te presteren en daardoor ben ik zenuwachtig. Bergwijn, hallo coach, namens het hele team heet ik je graag van harte welkom bij Ajax. Dankjewel. Wat een toeval, de eerste wedstrijd tegen Marseille. Transferaanbieding op Hato voor Atletico Madrid. Dat gun je die jongen wel. Maar dat gaan wij mooi niet doen. Barcelona? Meen jullie dit serieus? Ja, dat gaan we wel accepteren hoor. Maar we gaan eerst onderhandelen met ze. Oeh, ik heb gelijk accepteren. Is dat gelijk onze eerste fout? Ik heb gelijk op accepteren gedrukt. Wij gaan ons gewoon klaarmaken voor de wedstrijd tegen Marseille. Spelen 4-4-2 Aubameyang in de spits. Sar op de buitenkant. Het is een mooi potje. 78, 78, 76. Dit is hoe zij spelen dus. Door het middenbal naar buiten. En dan proberen ze met de voorzet te scoren.
Maar nu kan je dus ook gelijk zien dat hun backs meegaan, waardoor wij dus in een counter eigenlijk zouden moeten toeslaan. Maar zou je dan eigenlijk je eigen tak... Ja, ja. Je moet ook wel weer vanuit je eigen kracht gaan spelen en dat gaan we gewoon doen. Ja, ja, ja. Ten Hag is terug. Hij gaat het regelen. Maurice Steijn moest zijn biezen pakken. Mislintat is eruit. En nu gaan we alles zelf doen. Ten Hag gaat ook ervoor zorgen dat er betere spelers deze kant op komen. Hij heeft een grote naam. In Engeland heeft hij natuurlijk ook zijn dingetjes gedaan in de Premier League bij Manchester United. Iedereen weet wie Ten Hag is en heel veel spelers zouden voor hem willen voetballen. Maar nu moeten we ons volledig gaan richten op Ajax. Oké, Berghuis voor het eerst aan de bal. Rens geeft hem aan Brobby. Een super slechte paas. Maar we onderscheppen hier gelijk. Brobby ook gelijk in de diepte naar het doel. En afwerken, verhoek schieten. En wat is dit voor niveau? Want dit is echt dramatisch. Dit gaan wij niet doen. We hebben gesimuleerd tot het einde, omdat ik echt moet controleren wat het niveau is. We hebben wel met een 3-1 overwinning zijn we van het veld gestapt. Instellingen, 3 minuten. Ja, joh. Ultiem. Dan gaan we maar naar de volgende wedstrijd. Transferaanbieding voor Brobby. Die gaan we natuurlijk afslaan. Pressie, volledige pressie. Dat betekent dat wij achterin niet te veel moeten gaan rondpasen. Dat wij een linie moeten overslaan, zo snel mogelijk naar voren. Maar dat gaat helemaal goed komen. Sinistera op de linkerkant. Solanke in de spits. Die hebben Vitesse gespeeld volgens mij. Senesi ook nog. Een aantal bekenden. 75, 75, 74 is iets minder dan de vorige tegenstander. Geen trainingssessie dit keer. Gelijk naar de aftrap. We zijn er, let's go. Met z'n allen gas geven om er wat moois van te maken. De trainer kijkt natuurlijk welke spelers hij gaat behouden. En als jij erbij wilt zijn, dit doet hij al heel goed. Moet je gas blijven geven. Bal goed in de diepte. Bergwijn ook. Bergwijn net niet. En zij gaan weer. Ik verwacht voor hun natuurlijk gelijk pressure. Oké, wie stapt hierin? Geen buitenspel. Ze staan heel vrij, maar oké, we verdedigen goed. Er is toch niks aan de hand. Bal wordt kort genomen. Oké, worden gekapt. Keeper. Tuurlijk Gorter. Klemmen. Oké. En we gaan nu kijken of zij echt druk gaan zetten. Ja, dat doen zij. Bal gelijk naar buiten. Taylor aan de bal naar binnen dribbelen. Kijken. Wie kunnen wij meegeven? Helemaal beneden. Een voorzet bij de tweede paal. Want die moet een goede trap hebben. Haal maar uit. In het Bergwijn. Oh, door het midden. Te veel ruimte. En je ziet ze gelijk druk zetten. Maar we voetballen hier goed onderuit. Ga je lopen, Bergwijn? Pas op voor die steekpaas, tuurlijk. Naar buiten. Berghuis in. Kijk wat Brobby doet. Goede aanname. Naar het doel. Kijken. Afwerken. Brobby. Colasso. Heerlijk gelopen. Goed ingespeeld. Aanname was goed. En we zijn gewoon weg. Ook tegen een Premier League team zijn we gewoon weg. Brian Brobby maakt de eerste goal van het seizoen. Heerlijk. Aanname is goed. Op snelheid. Rust. Prachtig ingeschoten. Heerlijk hoor. Die laat zich gelijk zien. Oké, en weer met z'n allen. Oeh. Sinistera op de brommer. Maar Rentje zie je wel. Rentje is goed. Oké, weghalen. Instappen. Naar buiten Rentje. Tuurlijk Rentje. En rust brengen. Uit de pressure. Taylor loopt ook goed. Alleen ik heb nu dan een spits die moet lopen. En als jij niet loopt, dan zijn we hem kwijt. Hato dichtlopen. Laat ze maar achteruit gaan. Hebben. Actie is... te veel ruimte. Veel te veel ruimte. Lastig. Heel lastig. Maar ook wel goed ingeschoten hoor. Dat moet ik hem wel geen toegeven. Kijken wat wij hier fout doen. Ja, één het Bramco. Bramco moet iets meer naar binnen knijpen. Waardoor dus de
de paaslijn dichtgezet wordt. Oh, hebben. En hij is weg. Hij is weg. Dan kunnen we counteren. Inspelen. Beneden. Ja. Aannemen en afwerken. Colasso goed uitgespeeld. Wat een geweldige counter. Colasso Berghuis. Dit doet mij heel goed hoor. We slaan gelijk toe. Geweldig. Balverlies gelijk inspelen. Andere kant. Alle tijd aannemen en binnenkant. Ja, deze kans moet je Berghuis niet geven. Die maakt die. Oké. Okay. Dit doe je goed, Rens. Komt er iemand vanuit het middenveld helpen? Ja, hier. Dat hebben we nodig. En passeren. Oké. Okay. Wat ga je doen? Hoe ga je lopen, Berghuis? Geef hem door. Ah, hey. Hier moeten we nog even aan wennen, hoor. Aan die loopacties. Tussen de linies. En dan is hij uitgespeeld. Dan is hij uitgespeeld. En Brobbie moet je hem niet... Je moet hem echt niet zo geven, want... Dit is gewoon gratis goal. Dit is gratis. Als je hem zo uitspeelt tussen de linies... Kan hij afwerken. Colasso. Brian Brobbie ook in EA 24. Die is super tof. Oké, we staan 3-1 voor. Dan is het tijd om te wisselen. 3 wissels volgens mij. Zodat iedereen weer zijn minuutjes krijgt. Ik moet natuurlijk naar iedereen kijken voordat ik spelers ga aankopen. Maar voorin ziet het er wel goed uit hoor. Ik vind alleen Bergwijn wat jammer. Maar de rest ziet er op zich best wel prima uit. Oké, okay, Avila. Goed verdedigd Avila. En gelijk in de diepte zoeken, laten vallen. En ik hoop dat Forbes dan ook door blijft lopen. Zet je brommer aan Forbes, zet je brommer aan. Laat maar zien, zet je brommer aan. Haal uit. Binnenkant voet, verre hoek, je bent ook spits. Akpom. Ah, als je hem wilt winnen van Brobbie, moet je dit soort kansen afmaken. Zodat we niet zoveel ruimtes weggeven. Buitenkant voet geschoten, mooi geschoten. Maar Gorter is daar niet van onder de indruk. 84ste minuut, nog 5 minuutjes. En dan hebben we gewoon onze eerste overwinning zelf winnen. Want die eerste, die tel ik niet mee. Weggehaald. Keeper. Oef, weer naar buiten. Sterk, lichaam erin. Heer. Hé, hey, scheids, wat zijn dit nou weer voor tackles, man? Dit is gewoon bedoeld om hem te... Snel. Oké, okay, goed. Ik ga mijn zin niet afmaken. Als je steekpas goed is, ja, dan staat hij voor de keeper. Gigantisch traag. Die gaat eruit. Gigantisch sloom. Kijk naar Prusaan. Brobbie een 10. Berghuis een 10. Die hebben echt goed gespeeld. Allebei. Sosa speelde goed. Forbes viel goed in. Hey, Bergwijn gaat het moeilijk krijgen hoor, als hij zo blijft spelen. Ook al is hij aanvoerder. Okay, er is interesse getoond om Silvano Vos te kopen. Zijn jeugdspeler 5 en 6 na. Deze gaan wij niet wegdoen. Kijk, Lene was weer een ander verhaal geweest. En Tahirovic ook een aanbieding. 70 algemeen. Die kunnen we op zich wel wegdoen. Ik denk dat er wel betere spelers zijn. Gaan we onderhandelen. Tahirovic gaat de club verlaten. En voor hem in de plaats halen we iemand met Premier League ervaring. Die ook al bij Ajax heeft gevoetbald. Het is niemand minder dan Riedewald. Komt op het middenveld erbij. Centraal verdedigende middenvelder. We hebben voor 5 miljoen aangetrokken. 74 algemeen is al beter dan Tahirovic. Is al de beste, zeg maar, dan op het middenveld bij ons. Ik probeer natuurlijk ook niet gelijk met heel veel geld te gaan smijten. Maar Riedewald is op zich wel een aankoop die Ajax gedaan zou kunnen hebben. Dan moeten we... Volgens mij kan hij zelfs ook nog... Ja, hij kan ook nog zelfs centraal spelen. Misschien wil ik hem zelfs daar gewoon hebben, op centraal. Dat ik Hato dan nog even op de bank zet, doordat hij zich heeft ontwikkeld. Dat is op zich wel een goede optie. En dan moet ik alsnog een centraal verdedigende middenvelder gaan halen. En kijk hoe het wel niet kan gaan in voetbal. We hebben Riedewald net binnen en Nies wil hem nu gebruiken om Pablo Rosario weg te doen. Ik vind het eigenlijk prima, want Riedewald had ik gehaald als CVM. En daarna dacht ik, weet je wat, ik zet hem misschien centraal. Alleen Hato is er natuurlijk ook gewoon. Die kan ik dan gewoon weer de kans geven. En ik denk dat Rosario veel beter is dan Riedewald. Riedewald heeft niet veel snelheid. Dus we gaan het gewoon accepteren. Jullie hebben het gezien. Onze eerste aankoop is ook gelijk weer vertrokken. Ik vind het jammer dat hij nummer 14 omhoog houdt. Dat gaan we gelijk aanpassen. Maar nu hebben we hem. Rosario. En we moeten alleen nog kijken wat de club ervan vindt. Want we hebben Riedewald hebben we gewoon weer weggedaan. Een B. Perfect. Riedewald was een F. En natuurlijk gaan we gelijk iets doen aan het rugnummer. Wat is nog wel 5? Apart voor de CVM, maar
We doen het gewoon. Nummer 5. Kleine beetje geld wat wij nog over hebben. Nadat Missel Tatsen, of hoe die ook mag heten, er een potje van gemaakt heeft. Hebben wij gepompt in Kluivert, een kind van de club. Let's go. Kijk, moet je zien, de club is hier blij mee. Justin Kluivert is weer terug. Oké, Leicester staat op het programma. Laten we snel even kijken hoe zij spelen. Door het midden. Bal naar buiten. Oké, wat moet ik hieruit? Ja, lijkt me een beetje gebalanceerd, gewoon normaal. Kan hier niet heel veel uit gaan halen. We spelen wel 4-3-3. Vardy in de spits. Lang niks meer over gehoord. We gaan gewoon naar de aftrap. Ja. In feite hebben we twee wedstrijden gewonnen. De eerste wedstrijd hebben we natuurlijk gezien. Toen stond hij jammer genoeg nog op amateur. De tweede wedstrijd hebben we wel echt gewoon met klasse gewonnen. Dus als we deze laatste wedstrijd winnen, hebben we eigenlijk gewoon het toernooitje gewonnen. Met hele sterke tegenstanders. Dus een mooi begin van Ten Hag. Weer terug bij Ajax. Let's go. Oké, bal gaat naar... Oh, en we worden gepasseerd. Maar Hato is erbij. Dus niks aan de hand. Hato weer in. En we kunnen indribbelen, want de spits is weg. Doorlopen Hato. Tuurlijk Hato meedoen. Door het midden. Helemaal naar buiten. Bergwijn met de actie. Ai, Bergwijn, maar die heeft hem gelukkig nog. Naar de andere kant. Door het midden. Berghuis is overgekomen. Randje 16 en verre hoek schieten. We hebben hem nog. We hebben hem nog. Waar gaan we heen? Rosario verdeel. Oh, Rosario. Zonde. Onnodig balverlies. We gaan gelijk vooruit. Akpom loopt diep. Die krijgt hem dus ook in de diepte. Voorzetje. Koppen. Koppen Berghuis. Oh, goed gepakt door die keeper. Berghuis zat erbij hoor. Gelijk door. Gelijk door. Winnen. Winnen. Heerlijk. Nou, keeper. Top. Oh. Rosario zit er niet lekker in. Al twee keer balverlies. Goed gevoetbald hier, hoor. Komen met een schrik vrij. Rosario, kom op, jongen. We gaan het helemaal anders doen. Rosario gaat centraal spelen. Vos komt erin. Kluivert op rechts, Forbes op links. Berghuis op het middenveld. Want we creëerden helemaal niks. En daar moeten we echt wat aan gaan doen. Oké. Forbes laat vallen en lopen. Goeie paas binnendoor. Niemand doet mee. Hoe kan je dit doen, jongen? Ik kap toch terug. Kom maar, Rens. Hebben Rens. Scheids, doe even normaal. Dit is toch op de bal. Scheids, kom op. Wat doe je, man? Denk je dat ik zomaar loop te glijden? Ik hoef niet over te discussiëren. Jij bent helemaal gek. Kom maar. Goed gepakt en counteren. Bergwijn, kom. Bergwijn, kom. Ach, wat een drama wedstrijd. Wat een drama. Scheid, ga hier ook voor fluiten. Fluit die hele wedstrijd af. Is beter. Ja. Wat een grap. Oké. Nu doen wij goed. Nog één counter. Kom maar. Nog één counter. Eén keertje. Goed gespeeld. Staan we voor de keeper afmaken. Oh, hij schiet hem in de kruising. Hij maakt hem gewoon. Bergwijn in de spits. Die doet het gewoon. Laatste kans. Golasso. En ik dacht dat hij het gigantisch slecht had geraakt. Jij moet niet bemoeien, Siri. Dit was een geweldige goal. Ik zeg je eerlijk, maak geen ruzie met Siri. Want hij laat alles vastlopen. Ik heb jammer genoeg het einde van de wedstrijd niet kunnen filmen. Maar goed, we zijn aan het einde van de aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Klik op de abonneerknop en vergeet zeker niet in de comment achter te laten welke spelers jij nog wilt hebben in deze Ajax-selectie. Zie jullie bij de volgende aflevering. Peace!